Dylan. Die neemt zeker voor de onzekere. Dat is een brommetje. Een heel jong kereltje erop. We gaan hem even waarschuwen. We kunnen wel wachten tot hij gaat rijden, maar ja, daarom. Zittend op een brommer, helm op, maar niet rijdend. Ja, dan ben je feitelijk niet in overtreding. Volgens mij ben je nog geen 16. Nee, maar ik sta toch ook stil dus. Nee, maar je hoort mij helemaal niet zeggen dat je rijdt. Maar je was wel van plan om te rijden, of niet? Ja, maar ik heb het niet gedaan, maar dan loop ik wel. Kijk, en dat is je broertje of niet? Of je vriendje? Maar dan loop ik wel. Loop je wel? Ja. Ja. Maar die bromfiets moet ook verzekerd zijn, hè? Zo gauw je dus op de weg ermee bent. Hoe oud ben jij? 13. Een beetje ja, vroeger met de bromfiets gereden, hè? Ja, eigenlijk wel. Weet je vader hiervan of niet? Nee. Maar is het dan ook goed als ik naar huis loop? Want nee, maar ik heb nog niet goed antwoord gehad op mijn vraag. Weet je vader ervan of niet? Nee. Voor wie is de bromfiets? Voor mij. Voor jou? Ja. Je vader weet dat je deze bromfiets hebt? Ja. Nee, maar ik rijd toch niet, dus eigenlijk kan nee, ik nee, maar dat hoor je mij zeggen. Maar, nee, maar je kunt geen boete krijgen voor het niet rijden. Maar je moet wel verzekerd zijn met die bromfiets. En je bent hier wel rijden naartoe gekomen. Oh shit. Ja, oh shit ja, inderdaad. Weet je wat, zullen we jou eens even naar je ouders gaan brengen? Ik had liever niet. Nee, ja. Ik had toch liever niet gehad dat je op de bromfiets had gereden. Ja. Maar dat heb je ook gedaan. Dus ik denk dat we jou even meenemen, naar je ouders brengen. En even horen wat je ouders ervan vinden. Ja? Mag je in die mooie dikke Volvo stappen? En die bromfiets? Ja, die blijft hier staan. Maar ik heb geen slot of zo. Ja. Maar krijg ik die nog terug? Je vader mag die bromfiets ophalen. De consequenties zijn overigens al bij voorbaat duidelijk. Dan gaat de brommer aan het slot. Bij jou gaat die thuis aan het slot? Ja. Goeie zaak. Alleen maar goed voor jou. Ja, om het af te leren. Ja. Heb je nog meer voornamen of heet je alleen Daan? Volgens mij Theodorus Johannes of zo. Maar dat weet je niet zeker. Wat zullen we ervan maken? Doe maar Theodorus Johannes. Theodorus Johannes? Zag ik Daan in Huissen staan? In Huissen? Ja, in het centrum. Wat? Met zijn bromfiets. Goedemiddag. Met zijn crosser. Ja, mag helemaal niet. Ja. Hij mag alleen maar hier op het land. Ja. Hij heeft een crossbaantje. Ja. Hij mag helemaal niet in de... Nou, jij gelukkig in je Hij komt in ieder geval bij ons in het systeem te staan, daarom gewaarschuwd hebben hiervoor. Eerst volgende keer ben je bromfiets kwijt. En dat gaat toch veel geld kosten. Ik weet niet hoeveel zakgeld je krijgt. 30 euro per maand. Nou, daar red je niet mee. Dan moet je heel veel maandjes je zakgeld inleveren. Hey, maar pas er een beetje op, joh. Als er een ongeluk gebeurt, dan zit je echt in de problemen, zit je, hoor. Je mag het, je weet dat het helemaal niet mag. Waarom doe je het dan? Ja, ik wil gewoon zijn om te rijden. Ja, hier daar op het land kun je rijden.